welkom bij deze video. Ik heb voor jullie vandaag een video over het merk Decenio. Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik niet samenwerk met hen. Ik word niet betaald door hen. Ik krijg geen gratis posters van hen. Maar ik ben echt heel aangenaam verrast van hun dingen. En ik ben wel super into decoratie. Dus leek het mij wel leuk om mijn ervaringen en mijn gedachten over dat merk te delen met jullie. Jullie zien op de achtergrond al enkele posters van Decenio staan. Dat zijn mijn nieuwe en ik ga die jullie ook tonen welke ik allemaal gekocht heb. Dus als je geïnteresseerd bent in deze posters, kijk dan zeker verder. Dus ik vond dat mijn living veel te leeg was. En ik vind het altijd heel mooi om het op te vullen met kadertjes. Dat oogt redelijk clean, vind ik. Redelijk strak. Maar dan toch wel... straalt ook wel gezelligheid uit, afhankelijk natuurlijk van de posters die je kiest. Decenio is een online website voor posters. En ik heb dat ontdekt toen ik dat op Instagram heb zien passeren. Die posters spraken mij heel hard aan. Oké, ja, je kunt zelf ook nog altijd foto's afprinten van het internet. Ik kan het niet doen, want ik heb geen printer. En wie weet oogt het bijna even mooi, maar toch de kwaliteit van die posters. Ik ben er heel erg weg van. Ik ga jullie dus zeggen welke posters ik gekocht heb, welke prijzen ze waren en welke grootte en zo. Dat ga ik jullie allemaal meegeven. Maar ik wil daarbij nog zeggen dat Decenio eigenlijk bijna elke week of bijna elk weekend of weet ik veel wat, toch iets van acties doet. Dus eigenlijk kun je altijd korting hebben op Decenio. En als er geen acties zijn, dan is er sowieso wel een influencer ergens op de wereld die een kortingscode deelt en die je kan gebruiken. Dat is altijd heel leuk meegenomen. Dus ik heb deze keer 7 verschillende posters besteld. Nee! Nog altijd... start the pushing. Ik heb in totaal deze keer 7 posters besteld. Je kunt op Decenio ook kaders bestellen, maar ik moet eerlijk toegeven... die zijn heel mooi, maar ook wat prijzig. Dus ik ga dan liever zo'n keer naar de Action of naar de IKEA. Want op zich zijn die maten heel standaard. Dus ik heb 3 verschillende groottes. Ik ga starten met die op 13 op 18 centimeter. Dat is eigenlijk een heel kleine, clean poster met het woordje breed op. Ik vond dat een heel mooi lettertype. En ja, ergens trok mij dat heel hard aan. Dat specifiek woord dat je gewoon in het leven een keer goed moet ademhalen. En ik vind dat dat heel mooi oogt met iets drukkere posters. Dan heb ik er 4 van 21 op 30 centimeter en dat is een A4 formaat. Feelings vond ik een hele mooie. De tekst is... feelings are much like waves. We can't stop them from coming, but we can choose which one to surf. Dus die vond ik heel leuk. Dan de tweede die ik heb van 21 op 30 zijn deze wolken met vogels. En ik vond dat die heel veel rust uitstraalde en ik ben wel into natuur, maar toch... ja, ik vond het een heel, heel, heel mooie poster. Dan heb ik een van Broadway. Dus de Broadway sign. Ik vond het gewoon een prachtige poster. Je kunt er niet veel over zeggen eigenlijk. En dan als laatste heb ik de Pink Flower. En dat past heel mooi in de slaapkamer. Dat is niet voor in de living. Want in de slaapkamer heb ik enkele accenten met Old Pink. En dan vond ik het heel leuk om daar een kader ook te brengen. Met dus bloemen in het Old Pink. En dan als laatste hebben we dus 2 grote posters. En dat zijn er van 30 op 40. Als eerste heb ik de Frost Flower. Die kleuren vond ik heel mooi, omdat die zo wat terugkomen in de keuken. Het is een heel warme kleur. Er zie je toch wat de bloemen en de natuur terugkomen. Ja, ik vond het een hele mooie foto. En dan had ik nog de veer. Past heel mooi bij de warme kleuren in mijn appartement. En is ook wel heel simpel. Ik vind het allemaal een hele mooie match. Ik moet toegeven, als ik start op Decenio... allee ja... ik was gestart met een lijst van 300 en zoveel euro, omdat ik heel veel posters super mooi vind. Maar dan moet je een beetje zoeken welke erbij inpassen en dat is niet altijd zo gemakkelijk. Het is me dus uiteindelijk gelukt om naar 6 of 7 te gaan. Ja, ik ben er gewoon heel blij mee. Ik vind het echt een hele, hele, hele mooie meerwaarde. De posters worden geprint met hele hoge kwaliteit op een dikker papier. Meestal duurt het denk ik 3 tot 5 werkdagen tegen dat je het bij u krijgt. Maar het is altijd heel professioneel ingepakt, zodat de posters niet beschadigd kunnen worden. En ik ben er gewoon echt helemaal weg van.
clipje inserten van de posters die ik de vorige keer gekocht heb. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als dat zo is, geef het dan zeker een thumbs up. Abonneren zeker doen, zou het mij heel blij mee maken. En tot de volgende keer.